geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt. Mij ook voel en u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. In voor of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, u wil danken hoe ik mij ook. Ik wil u prijzen, ik hef mijn handen op tot u, Heer. U bent alles voor mij en ik verhoog uw heilige naam, o Heer. Ik wil u prijzen, ik hef mijn handen op tot u, Heer. U bent alles voor mij en ik verhoog uw heilige naam. Ik verhoog uw heilige naam. Grote God, liefdevolle Vader, als we u toch niet hadden, dan zou er geen enkele hoop meer zijn. Want we hebben het weer gemerkt, mensen vallen zo vaak tegen. Instanties waar wij van afhankelijk zijn, laten grote steken vallen. En ook de overheid loopt keer op keer achter de feiten aan. Alsof de crisis al niet zwaar genoeg is. Alle beperkingen al niet ingrijpend genoeg. Je zou er de moed bij verliezen. En er zijn er ook die het echt niet meer zien zitten, Vader. U weet het. Die compleet vastlopen. Juist ook jongeren, kinderen. Ach Vader, wat hebben we met z'n allen u dan ongelooflijk hard nodig. U die mij, die ons geschapen hebt. U willen we weer aanbidden als onze God. In voor, maar ook in tegenspoed. Uw heilige naam verhogen. Want uw naam is een sterke toren, zegt de Bijbel. En de rechtvaardige weet niet hoe snel die naar die toren moet komen. Want daar en daar alleen zijn we onaantastbaar. Heere God, spel dan uw naam weer voor ons uit in deze dienst.
zodat we daar inderdaad al ons houvast leren zoeken. Uw naam, vol van genade en waarheid. Eens voor goed zichtbaar gemaakt door uw Zoon. Zodat er niet maar licht zal zijn ergens ver weg aan het einde van de tunnel of zo. Maar zodat hier en nu, op dit moment, uw licht krachtig zal doorbreken. In de kerk en in de huizen, waar we ook maar zijn. En de duisternis haar grip op ons verliest. We gaan stralen van uw glorie. Daar bidden we om, Vader, dat de hemel boven ons open zal gaan in dit uur. En dat uw Heilige Geest op ons neerdaalt. Ons hart en ons leven laat volstromen van uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. We gaan Gods woord lezen en dat doen we opnieuw in Matteüs. Juist Matteüs beschrijft het evangelie van het koninkrijk, van Gods licht dat in Jezus doorbreekt, definitief in deze wereld. Als alles duister is, hè, daar ging het vorige week over, en we pakken daar de draad weer op. We gaan lezen Matteüs 4 vanaf vers 18 tot en met 5 vers 10 en aansluitend luisteren naar aanbidding met het lied Breng dank aan de Eeuwige. Toen hij, dat is de Heer Jezus, langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen. En meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en zelfs bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, maar zelfs uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Toen hij die mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Yeah.
Ja, even leek het er dinsdagavond op dat het ook hier in Spakenburg helemaal los zou gaan. Op social media werden er oproepen gedaan om hier de boel te komen slopen en plunderen. En uit voorzorg werden de terrassen op het Spuitplein leeggehaald. En kregen ook inwoners de oproep om hun spullen zoveel mogelijk binnen te zetten. Nou, zover kwam het gelukkig niet. Maar het had zomaar gekund, hè? Want de avondklok, ja, die was als een lont in het kruidvat. De eerste avonden liep het flink uit de hand. In plaatsen als Eindhoven en Rotterdam en niet te vergeten ook een dorp als Urk. Hoe kijk je nou naar de mensen die dit doen? Herken je je erin? Zou je misschien zelf meedoen? Of maak je je kwaad en hoop je en wens je het ergste voor hen? Zomaar twee reacties die denkbaar zijn. Want zo kijken we immers ook vaak naar elkaar, hè, in de kerk. Hoe doet de Heer Jezus dat eigenlijk? Hij brengt Gods koninkrijk dichtbij. Met de volmaakte wetten die daarbij horen. Maar hij doet dat met een gezag dat mensen ziet. En dat ziet wat God in en door mensen kan doen. Als hij daar de ruimte voor krijgt. Want is dat in feite niet wat er in de zalensprekingen wordt gezegd? Gelukkig wie nederig van hart zijn, zegt hij. Gelukkig wie gebroken is door verdriet. Gelukkig de zachtmoedigen, hè, de mensen die niet met de ellebogen werken. Die dus niet de straat op gaan om te rellen. En om nu eindelijk eens hun recht te halen. Desnoods over de rug van anderen. Maar die ook niet de vloer aanvegen met dit soort relschoppers. Of zondaars. Nee, die met alles wat in hen is snakken naar een wereld waarin God de zaken weer recht zet. Gelukkig de mensen, zegt Jezus, die vanuit een warm hart anderen tot steun zijn. Die zuiver en alleen gericht zijn op God. Die de vrede bevorderen. Ja, die maar al te vaak niet gehoord of gewaardeerd worden om wie ze zijn en om wat ze zeggen. Ja, die zelfs vervolgd worden om de gerechtigheid. Een gerechtigheid waar zij vasthoudend voor blijven gaan. Herken je je daar misschien in? Je bent beslist niet volmaakt. Maar je komt wel in het geweer als anderen in de kerk doen alsof dat ook helemaal niet uitmaakt. De koning kijkt naar jou, weet je dat? Dat is onze tekst vanmorgen. Jezus gaat de berg op om onderwijs te geven aan, nou ja, aan zijn leerlingen, dat klopt. He, zijn directe discipelen dus. Hij heeft er net een paar geroepen, Petrus, Andreas, Jacobus, Johannes. Het blijft bijzonder als je dat leest. Jezus roept en hup, ze komen. Ze laten alles achter. Dat zou ik dus nooit kunnen. Daar steekt mijn geloof toch wel schamel bij af. Maar het bijzondere is dat Jezus die discipelen vervolgens wijst op jou. Die het gevoel hebt dat je helemaal niet meetelt. In de kerk niet meekomt. Eigenlijk niemand die jou serieus neemt. Kijk eens goed, beste Petrus en Johannes, Andreas, Jacobus, dat zijn nou de mensen die gelukkig zijn. Of beter gezegd, gezegend. Want voor hen is het koninkrijk. Vind je dat niet bijzonder? Vandaar dat onze tekst ook zo begint. Hè? Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Hij zag de gewone man of vrouw in de kerk.
Ze worden nogal eens kort gehouden, klein gehouden. Maar, zegt Jezus nu, ze zijn voor zoveel meer gemaakt. En dat gaat vanaf nu duidelijk worden. Zie je het goed? De koning kijkt naar jou. En vestigt zijn gezag. Want dat hoort er natuurlijk wel bij, hè? Iemand die alleen maar naar je kijkt. Ja, daar koop je uiteindelijk niks voor, hè? Fijn dat hij oog voor je heeft, maar als daar vervolgens niks mee gebeurt, ja, wat heb je er dan feitelijk aan? Maar met Jezus is het anders. En dat voelen de mensen. Want hoe reageren ze op alles wat Jezus hier zegt? Ze zijn diep onder de indruk. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals de schriftgeleerden. Opvallend, vind je niet? De schriftgeleerden hadden natuurlijk wel degelijk gezag. De mensen keken tegen hen op. Alleen wat die mannen zeiden, ja, dat was zo onbereikbaar voor hen. Zie je wel, ik doe het nog weer slechter dan ik al dacht. Hoe anders is dat dus bij Jezus? De mensen hebben zoiets van meer, meer. Dit is het. Wat is dit goed? Hier kan ik wat mee. Dit brengt mijn leven eindelijk eens goed op de rit. Zie je dat al niet voordat Jezus met zijn beroemde bergreden begint? Hij trekt rond in het noorden van Israël. En wat hij daar zegt en meteen ook laat zien in die genezingen, ja, dat gaat echt als een lopend vuurtje door het hele land. Men heeft er gerust meer dan 100 kilometer lopen voor over om dit mee te maken, om hier getuige van te zijn. Wat een honger. Wat een diep verlangen, hè? En dan niet een verlangen naar het oude normaal, zoals wij dat kennen, maar een diep verlangen naar Gods normaal. En naar een wereld waarin hij zelf weer koning is. En orde op zaken stelt, noden lenigt, zieken geneest. Kijk, en dan begint dus onze tekst. Toen hij die mensenmassa zag, ging hij de berg op. De berg, alsof iedereen meteen door had. Oh ja, dat is natuurlijk die berg, ja. Die kennen we. En zo was het ook. Als je verder zou lezen in Matthäus, dan kom je die berg een aantal keren tegen. Denk alleen maar even aan de verheerlijking op de berg. Matthäus 17. Jezus die op die berg al even in zijn hemelse glorie zichtbaar wordt, straalt. Als Gods zoon aan wie God alles hier op aarde in handen geeft. Iets wat Jezus zelf ook zegt aan het eind van dit boek. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of beter gezegd, mij is gegeven alle gezag in hemel en op aarde. En dan zie je ook dat niet maar vanuit het hele land Israël de mensen toestromen. Nee, in Matthäus 28 gaat de deur open naar de hele wereld, naar alle volken. Maar waar zegt Jezus dat in Matthäus 28? Weer op de berg. Letterlijk zelfs, is niet zo goed vertaald, letterlijk zegt hij zelfs de berg waar Jezus hen onderwijs had gegeven. Zie je, dan is de cirkel dus weer rond. Dan beduurt Jezus bij het zendingsbevel, om zo te zeggen, beduurt hij voort. Wil hij dat de kerk wordt gebouwd op het fundament wat jaren eerder al op deze berg was gelegd. Hier gaat een oude profetie in vervulling, Jesaja 2. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere. Denk maar even aan dat je je huis moet bouwen op de rots, wat ook in deze bergreden staat. Het zal gebeuren dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de berg. En dat die verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen en willen leren van wat hier allemaal gezegd wordt.
Nou, is dat niet wat je ziet als je Matteüs 5 en Matteüs 28 zo naast elkaar zet? Dromme mensen, straks zelfs hele volken, stromen toe, willen leerling worden van de Heer. Andere goden, moet je weten, hadden ook zo hun bergen. Zo zag men dat in die tijd. Bergen waar de goden woonden. En waar je tegenop keek. Waar je misschien ook wel bang voor was. Maar dit is de berg die al die andere bergen overtreft. Alles wat Jezus zegt, heeft pas echt gezag. Laat zien hoe het leven weer goed wordt. En brengt de mensen ook bij dat leven. Neem ze er massaal in mee. Opent het leven waarin God zelf het weer voor het zeggen heeft. Alles en iedereen weer op zijn plek zet. Gezegend, gelukkig ben je als je daarvan verwacht. Want echt, je bent voor zoveel meer gemaakt. Je kunt echt leren doen hoor, wat God je vraagt. De koning kijkt naar jou en vestigt zijn gezag. Met woorden van waarheid. Dat wel. Jezus wint er geen doekjes om. Zegt wel waar het op staat. De mantel der liefde is geen uitvinding van Jezus. Hoezeer alles wat hij zegt ook met liefde is doordrenkt. Maar, in Korinthe 13, juist de liefde verheugt zich niet over het onrecht. Maar vindt vreugde in de waarheid. En is juist daarom zo blij met mensen die geen genoegen nemen met hoe het nu gaat. In tegenstelling tot de kerkleiders, als de schriftgeleerden en de fariseeën, die de lat weliswaar onbereikbaar hoog legden voor de gewone man, maar tegelijk ook wel weer zo laag dat zij zelf er tenminste nog bij konden. Er nog aan konden voldoen. En dat gaf hun natuurlijk een voldaan gevoel. Een gevoel dat jij op zijn minst meer bent, beter bent dan de rest. Jij doet in ieder geval keihard je best. En dat kun je van die ander nog niet bepaald zeggen, die loopt er de kantjes maar wat vanaf. De Heer Jezus draait er precies om. De koning kijkt niet naar hen, naar die kerkleiders, die het zogenaamd zo goed doen. Hij kijkt naar jou. En vestigt vervolgens zijn gezag met woorden van waarheid. Woorden waar zelfs de meest fanatieke fariseer niet meer aan kon voldoen, met geen mogelijkheid. Jij dan wel? Nee, jij evenmin en ik ook niet. En toch slaat dit je niet lam. Wonderlijk genoeg, maar trekt het je aan. Proef je hoe hier de waarheid eindelijk eens geen geweld meer aan wordt gedaan. Het niet alleen draait om een indrukwekkende buitenkant. Tjoh, moet je toch eens kijken hoe goed die en die het wel niet doet. Maar juist het probleem aan de binnenkant wordt blootgelegd. Je kunt wel met een vroom gezicht iedere zondag hiervoor in de kerk zitten. Maar hoe is jouw houding maandag op je werk? Je kunt wel keurig getrouwd zijn, al jarenlang. Maar hoe gelukkig maak je elkaar nog? Kijk je misschien toch stiekem naar die ander? Flirt je misschien wel met hem? Maak je seksuele toespelingen naar haar? Dat is wat Jezus hier allemaal even zo blootlegt aan waarheid. En zo voor het oog klopt jouw leven misschien perfect. Ja? Maar het klopt niet. Er klopt namelijk geen liefde in. Het stoot mensen af. Niemand wordt er door aangetrokken tot God. Voel je? Hoe pijnlijk ook, maar ergens is dit toch keihard nodig. Het moet maar eens worden gezegd.
Want anders blijf je in de kerk met elkaar een gevoel houden van, ja, is dit het nou? En wat merk ik in zo'n gemeente nu werkelijk van God? Tuurlijk, het gaat over God. Maar is de kerk in feite dan toch niet een verlengstuk geworden van de wereld? Even menselijk als daar, even maakbaar als daar. Nou ja, maakbaar. Ondertussen gaat wel alles steeds weer kapot. En zijn de schandalen niet van de lucht, hè? De dingen die niet deugen bij de toeslagen, bij de GGD, in het vaccinatieprogramma enzovoort. En ja, dan moet alle frustratie er op een gegeven moment wel een keer uit. Al dan niet vanwege de avondklok. Jezus ziet het. En hij gaat zitten om onderwijs te geven. Ja, zegt de tekst, hij nam het woord. Beetje plechtig gezegd, heel bewust. Niet maar hij zei dit of dat. Nee, toen sprak God al deze woorden. Die lading heeft het. Hier staan we weer aan de voet van de berg. Helemaal onderaan, niemand uitgezonderd. Ook diegenen die dachten dat zij de top al bijna hadden bereikt, staan onderaan. Net als wij allemaal. We raken de berg zelfs niet aan. Zo staan de zaken er met ons voor. Want we zijn voor zoveel meer gemaakt, zegt Jezus. Zoveel meer dan het gewone. Zoveel meer dan dat wat zogenaamd vrome kerkleiders je laten zien. Dat voel jij ook wel aan, toch? Anders kunnen we er beter vandaag nog mee stoppen. Als dit het dan is, zoals we het nu doen, zoals we nu met elkaar zijn. God wil zoveel meer, zoveel mooier. Ja, hij wil niets liever dan dat zijn volmaakte liefde weer in ons mensen zichtbaar gaat worden. Gelukkig maar. De koning kijkt naar jou en vestigt zijn gezag met woorden van waarheid. Waarmee hij je bevrijdt. Kijk, zolang je nog kan denken, als ik nou mijn hart mijn best doe, dan gaat mijn leven misschien toch nog eens een keer veranderen, dan ben je niet vrij. Dan voel je toch ergens steeds weer die druk. Als ik nu eerst maar eens zus, of als ik nou eerst maar eens zo. Ja, dan durf ik mezelf tenminste weer in de spiegel aan te kijken. Ga gerust zitten hoor. Even weer de draad oppakken. Zolang je nog kunt denken van, als ik mijn hart mijn best doe, dan ben je dus niet vrij. Dan voel je die druk van, ik moet eerst zus, ik moet eerst zo. Dan durf ik mezelf weer in de spiegel aan te kijken. Maar ja, nu Jezus de lat onbereikbaar hoog legt voor iedereen, hoe goed je ook je best doet, valt dat helemaal weg. Hoef je het niet eens meer te proberen op eigen kracht. Op eigen kracht, zeg ik er bewust bij, want het is dus niet kansloos. Anders hoefde Jezus deze reden helemaal niet te geven. Maar dat doet hij wel. Hij ziet de mensen. Ja? Gaat zitten op de berg, neemt het woord en geeft hen onderwijs. Aan wie geeft hij dat onderwijs eigenlijk? Aan al die mensen die achter hem aanlopen? Ja, ergens wel, hè? Zij horen alles wat hij zegt en ze zijn aan het eind dus diep onder de indruk, dat zei ik al. Maar Jezus geeft zijn onderwijs aan hen en dat wil hier zeggen zijn leerlingen, zijn discipelen. En daarin zit juist de bevrijdende, weet je dat? Denk maar even terug aan het moment dat Jezus die leerlingen riep. Kom, volg mij, zei hij. Maar hij zei er wat achteraan, hè? Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ja? Zoals ze tot die tijd dag en nacht vooral
in de weer waren om vis te vangen. He, zo gaat Jezus hen nu, in die 3,5 jaar die volgen, maken tot mannen die zeg maar even jou en mij binnenhalen. De nederigen van hart binnenhalen. De treurenden binnenhalen. De zachtmoedigen binnenhalen, enzovoorts. He, voor die mensen is het koninkrijk van de hemel, zegt Jezus. Tegen zijn discipelen zegt hij dat. Dit moeten zij weten. Jongens, dat is de vangst die jullie straks binnen mogen halen. Daar ga ik hoogstpersoonlijk voor zorgen. Nou, dat moet je dan heel concreet voorstellen eigenlijk. He, mannen die het net in de zee werpen, dat meer van Galilea hier vlak bij deze berg, waar het soms flink tekeer kon gaan, hoor, waar het met recht kon spoken. Ja, we kennen de verhalen over de storm op het meer. Toen was het extreem. Zelfs deze stoere binken werden bang. Maar op zich, stormen deed het daar wel vaker, hoor. Onstuimig en onberekenbaar was dat meer. Zelfs zo dat daar, in de beleving van die mensen in die tijd, de machten van het kwaad huisden. In dat meer van Galilea, die zee. De machten van het kwaad, duister als die zijn, hè. En dagelijks bonden Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes en zo, bonden de strijd aan met die machten. Voel je dan de diepgang van wat Jezus hier zegt tegen hen? Ik zal jullie nu tot vissers van mensen maken. Want ook die mensen bevinden zich, om zo te zeggen, in die zee van het kwaad. In de greep van de machten van de duisternis. Maar weet je, het is afgelopen nu, hoor. Het koninkrijk van de hemel komt nu dichtbij. Het is voor die mensen bestemd. En jullie gaan ze vangen. Daar ga ik voor zorgen. Geen berg te hoog, geen zee te diep. Want mij is gegeven alle gezag. In hemel, maar ook op aarde. En dus moet de duivel ze echt laten gaan. Raakt die duivel zijn macht op deze mensen kwijt. Zijn greep. Zo zegt Paulus het dan later ook in Colossense. Breng dus met vreugde dank aan de Vader, zegt hij. Hij heeft ons gered uit die zee, zeg maar, uit die macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Nou, wat een bevrijding. Die we juist gaan ervaren als we leerling worden van Jezus. Ja, als we luisteren naar alles wat hij in en door deze bergreden zegt. Liefdevol zegt, maar ook pijnlijk confronterend zegt. Gewoon onmaskerend vaak. Geef het nou maar toe. Ga maar door de knieën. Erken dat je er zelf niks van terechtbrengt dus. Echt helemaal niks. Hoezo volmaakt ik? Hij, maar ik niet. Als je dat toegeeft, dan ontvang je royaal Gods vergeving. Dankzij het bloed van de Heer Jezus. En zwaait de deur naar de vrijheid voor je open. Maar je bent voor zoveel meer gemaakt, joh. Daarom kijkt de koning naar jou. En vestigt zijn gezag met woorden van waarheid. Waarmee hij je bevrijdt. Tot een leven bevrijd vol van God. Want ja, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Dat koninkrijk van de hemel waar het nu al weken over gaat. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Hè, de hemel, dat snap ik nog. Ook lastig genoeg om daar een beeld bij te krijgen trouwens. Maar kennelijk komt in Jezus die hemel al verrassend dichtbij deze aarde. Maar hoe dan? Moet je nog één keer luisteren naar hoe Jezus die bergrede begint, hè, met de zaligsprekingen. De eerste zaligspreking en de laatste, vers 3 en vers 10, die vormen de ring om de rest, zou je kunnen zeggen. De eerste en de laatste eindigen met, voor hen is het koninkrijk van de hemel. En als je dan kijkt wat er in die ring zit aan beloften, ja, dan tekent Jezus daar dat koninkrijk in feite al voor ons uit.
Dat koninkrijk, dat betekent dat treurenden worden getroost. Dat zachtmoedigen het land bezitten. Dat wie snakt naar gerechtigheid, verzadigd wordt. Dat wie barmhartig is, ook barmhartigheid ondervindt. Die recht voor God staat, God ook zal zien. En dat vredestichters niet alleen kinderen van God zijn, maar ook als zodanig zullen worden herkend en erkend. Ja, dat is even het korte plaatje van Gods koninkrijk. En kennelijk is dat koninkrijk vandaag heel dichtbij. Kun je daar vandaag al het nodige van zien? Bijvoorbeeld daar inderdaad, waar mensen met verdriet niet maar met wat goedkope woorden worden overladen, maar waar ze echte troost wordt gebouwd. En iemand vertelde dat donderdagavond op die bijbelleesavond. Over 3 gemeenteleden die, toen die persoon zelf met gemis te maken kreeg, er voor die persoon waren. Woorden spraken van God, zo goed. Zo genezend. Hoe kostbaar. Als dat gebeurt ook bij ons in de kerk. Dan zie je al even iets van Gods koninkrijk. Zoals het ook het geval is waar mensen niet met de ellebogen werken. Hè, de zachtmoedigen. Mensen die leven vol vertrouwen op God. Die hen immers een hemels vaderland heeft beloofd. En die ook vandaag soms al ongedacht ruimte geeft in hun leven. En eens het goede laat toevallen. Knipoogjes van boven. Iets van Gods koninkrijk zie je vandaag op al die plekken waar weer recht wordt gedaan. Soms na jarenlang onrecht. Waar Gods recht weer leidend wordt. En de koers van de kerk bepaalt. Of je ziet het koninkrijk van God daar waar mensen die altijd klaarstaan voor een ander. Je kent ze wel. Zelf eens even mogen baden in een bad van barmhartigheid. Heerlijk. Kijk, dat is waar wij allemaal voor zijn gemaakt. Niet wat deze wereld ervan maakt. Hè? Knokken voor je recht. Keihard werken voor je geld. Ja, en als je dat niet doet, ja, dan trek je aan het kortste eind. Eigen schuld, dikke bult. Nee, juist een leven met open handen. Met een hongerig hart. Waar alles wat kapot is niet wordt weggepoetst, zo gauw mogelijk, zo goed mogelijk. Maar gewoon eerlijk onder ogen wordt gezien. Wow, dit is wel heel heftig, ja. Daar gaat God aan het werk, op die plek. Daar kun je zomaar iets van God zelf gaan zien, nu vandaag. Ook hier in de Maranatenkerk. En weet je, dat smaakt dan echt naar meer, veel meer. Dat smaakt dan naar een leven dat weer helemaal vol is van God. Want daar zijn we tenslotte voor gemaakt. Amen. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Your kingdom.
Mighty hand, heal our streets and